Hallo daar, goedenavond, Tanja hier. Met vanavond een van mijn favoriete onderwerpen, intermittent fasting. En dat is iets waar ik nogal wat vragen rond krijg. Dat is iets wat ik zelf toepas, want dat is waar ik ontzettend mee werk en graag mee werk met mijn klanten. Hallo, goedenavond, met Tanja hier vanuit het winterwonderlandschap in Merelbeke. Heeft het bij jullie ook gesneeuwd? Laat eens even weten van waar je kijkt. En heeft het gesneeuwd en vind je dat leuk? Aha. En ben je into intermittent fasting? Doe je daar iets mee? Ken je dat? Heb je er al van gehoord? Ben je er benieuwd naar? Ik wil het allemaal weten. Gooi het even hier in de reacties. Ik lees je heel graag. En als je doorheen deze video denkt van, oh, dat is eigenlijk wel interessant. Ik wil dat wel delen met anderen. Dan vind ik dat super tof. Want dan help je mij, dan help je ook anderen. En dan help je ook waarschijnlijk jezelf, want die persoon zal je heel dankbaar zijn. Oké, intermittent fasting. Wat is het allemaal? Is het weer zo'n modegril? Is het weer zo'n een of ander verschijnsel? Of is het meer dan dat? En is het inderdaad waardevol? En zo waardevol als men wil beweren. Ik ga vandaag coveren in deze video. Wat is het? Wat zijn de voordelen? Moet je doen en wat moet je niet doen? Hoe kun je het beste doen? Hoe kun je best van start gaan? Voor wie is het en voor wie is het niet? Dat is al heel wat om te coveren, denk ik. Dus we gaan er maar in vliegen. Eens even kijken. Oh, Peggy is aan het kijken. Hey, dag Peggy. Leuk dat je er bent. En Ludo en Purdy, van harte welkom. Super tof. Ook de mensen die uitgesteld kijken, van harte welkom. Laat even weten dat je kijkt bij wijze van replay in de reacties te gieten. Dan weet ik dat. En dan kan ik jou ook persoonlijk bedanken. En als je een moment hebt doorheen deze video van, oh wauw, aha, een aha moment. Zet het dan ook gewoon even in de reacties. Dan weet ik dat ik jou iets heb bijgebracht en daar word ik blij van. De eerste keer dat ik van intermittent fasting heb gehoord is een aantal jaren geleden al. En dat was door ene dokter op BBC. Had hij een hele leuke documentaire, want daar maakt hij maakt hele interessante documentaires. En hij heet Michael Mosley. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Als je graag die documentaire wil zien, ik heb het linkje ervan. Dan moet je mij maar een berichtje sturen. Dan stuur ik jou het linkje, moet je maar eens kijken. Een heel toffe documentaire reportage waarin hij zelf aan de slag gaat met intermittent fasting en daar de gezondheidsvoordelen van ervaart als dokter zelf. Dus hij kan het meten, hij heeft van alles gemeten voor en na, ik denk 30 dagen. En hij stond ervan te kijken, het was fenomenaal. En toen dacht ik van, wow, dit is wel iets interessants, hier wil ik meer over weten. Toen ben ik meteen zijn boeken gekocht. Officieel heet zijn, ja, hij heeft er dan een dieet van gemaakt. Hij heeft het ding gecommercialiseerd en het heet het 5-2 dieet. Het vasten dieet. En daar heeft hij dan ook een workout bij gedaan. Daar kom ik straks op terug hoe dat allemaal in elkaar zit. In elk geval heel interessant. Toen ben ik daarover beginnen lezen en sindsdien heb ik het niet meer losgelaten. Waarom? Ten eerste, wat zijn de gezondheid? Wat is het eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Hoe gaat het in zijn werk? Het is zo dat je typisch, als je aan intermittent fasting gaat doen, je kunt het op verschillende manieren doen. Typisch ga je binnen een tijdsframe van 4, 6 tot maximum 8 uur eten. En dan ga je de andere uren, idealiter 16 uur aan één stuk. Dus ook je slaapuren ga je niet. Hey, dag Jannie. Ga je niet eten. Oké, okay? Dat is het idee. Je kunt dat dus op verschillende manieren doen. Waarom heet zijn dieet het 5-2 dieet? Kun je dat zien? Ja. Omdat hij werkt via. Dus hij neemt 1 week, 7 dagen. En daarvan zijn er 2 dagen dat je vast. En de andere dagen mag je in principe. Ja, ik weet het, Michael. Hey, mijn boekje staat in spiegelbeeld. Dat is omdat ik met mijn selfie-camera van mijn telefoon aan het filmen ben. Ja, maar goed, als je het wil weten, als je de exacte titel wil, laat het even weten. Dan zal ik het wel in de commentaren zetten. No worries. Dus 5-2 dieet wil zeggen 5 dagen van de 7 eet je wat je wil. En de 2 andere vast je. Dat is een manier om het te doen.
Nu, de meest, ondertussen is gebleken dat de meest voordelige, de manier met de meeste voordelen is om het elke dag consequent te doen. En dus zeg maar elke dag te eten binnen dat timeframe van die 8 uur bijvoorbeeld. Maar je kan daar dus ook in variëren. Dat is wel heel duidelijk. En ik ga ook aan het einde van deze video vertellen hoe je er best mee van start gaat. Hallo, dag lieve mensen. Dag Sandra. Hoe je ermee van start gaat, want het is, voor de meesten is het een gigantische brug te ver om meteen naar die 16, 8 uren dat frame te gaan werken. Dat is too much. Goed, dus wat doen de meeste mensen? De meeste mensen ontbijten, laten we zeggen om 7 uur. Ze eten dan een snackje om 10 of om 11 uur. Dan eten ze middag, lunch, 12 uur, 1 uur. En dan eten ze in de namiddag ook nog een keer. En dan eten ze s'avonds nog een keer om 8 uur. En dan zijn ze eigenlijk, woep, 12 tot 14 uur aan een stuk aan het eten. En dus ook aan het verteren. Dus dan al die processen om met dat voedsel om te gaan is aan de gang. Dat betekent dat er niet veel tijd en ook niet veel ruimte is voor dat lichaam om tot rust te komen, om te herstellen, om te helen, om te detoxen, om te reinigen. En dat zijn toch wel, weten we nu steeds meer, super belangrijke dingen om langer gezond te blijven en langer jong te blijven. Dag Kirsten, tijdens je nachtshift als je een gaatje hebt. Wauw, fantastisch. Leuk dat je erbij bent. Oké, let's dive in. Algemeen voordeel is dus als je gaat aan de slag gaat met intermittent fasting, dat je langer jong blijft en dat je sneller gaat helen, dat je meer energie hebt, dat je je vitaler en fitter gaat voelen, dat je gemakkelijker gaat afslanken, dat je hormonen in balans zijn enzovoort. Ik ga daar in detail op in. Ik wil de video niet te lang maken. Dus als er één, ik heb 8 gezondheidsvoordelen. Als er eentje is waarvan jij zegt, oh, daar wil ik meer over weten, laat het mij dan even weten. Zet het dan even in de commentaren en dan kom ik er met heel veel plezier op terug. Ik zal mijn iPad even opzetten, zodat ik kan zien wat de reacties zijn. Even dat geluid uitzetten, anders is dat betaald. Oké, blijf bij mij. Ik ben zo bij jou. Voilà, voilà. Daar zijn we. Alright, cool. Ja. Yes, 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 there we are. Cool. Oké, voilà. Opmerkingen laten zien. Yes, cool. Oké. Goed, wat is het eerste gezondheidsvoordeel? Dat is, het bevordert het menselijke groeihormoon. Het menselijke groeihormoon, dan ga je zeggen van, ja, hey, zeg, hoe ga je daar nu mee beginnen? Wat is dat nu voor iets? Dat is toch iets voor de bodybuilders, die zijn daarmee bezig, maar wij toch niet? Nou, ja, dat is waar, de bodybuilders zijn daarmee bezig, maar Human Growth Hormone, dus het HGH, is absoluut superbelangrijk. Speelt een grote rol in de verouderingsprocessen. Want hoe ouder we worden, hoe minder van dat hormoon we gaan aanmaken. Dat betekent dat, en dat zie je vooral bij vrouwen helaas, dat vrouwen dan plots ontzettend sneller gaan verouderen. Dat we krijgen wekere botten enzovoort. Dus heel belangrijk. Dus hoe meer HGH je hebt, hoe vitaler, hoe fitter, hoe energieker je je voelt. Hoe lager je HGH-niveaus zijn, hoe sneller je ziek wordt, hoe langer je ziek blijft en hoe minder fit je voelt en hoe sneller je ouder wordt. Veel mannen en ook vrouwen grijpen dan naar synthetische hormonenpreparaten. Maar, zoals je wellicht al weet, synthetische hormonenpreparaten en andere medicatie komen altijd met nadelen, met een keerzijde. En als je dan hetzelfde effect, en misschien ook beter, op jouw niveau, op jouw maat gemaakt kunt bekomen door aan intermittent fasting te doen, dan is dat toch misschien wel het overwegen waard. Wat hier ook super bij is, voor de mensen die sportief zijn en de mensen die aan gewichtsbeheersing willen doen. Ideaal is om daar ook je workout
bij te combineren. Vandaar dat Michael Mosley had dat ook heel snel door. En dat hij dus zijn tweede boekje, zijn workout, heeft uitgegeven. En waar komt dat op neer? Dat je eigenlijk gaat aan krachttraining doen. Je gaat met gewichten aan de slag. In het begin niet, kun je met je eigen lichaamsgewicht starten, maar al snel... Ga je met gewichtjes werken bijvoorbeeld, of met kettlebell, of met wat dan ook, resistance training. En dat op nuchtere maag, als je nu echt tot in de details wil gaan, en dan met HIIT training, met high intensity interval training, of burst training noemen ze dat ook, die combinatie gaat je heel snel, sterker, sneller en slanker maken. Oké? Okay? Die manier van trainen, zeker op je nuchtere maag, gaat je menselijke groeihormoon tot 1000% laten stijgen. Dus dat is indrukwekkend. En wat je dan nog extra kan doen, als we nu nog wat meer in details gaan, is eerst een reishi koffie drinken. Als je dan dat gaat doen met die training, die workout en intermittent fasting, je resultaten through the roof. Oké, puntje 2. Voordeel nummer 2. Anti-aging. Ik heb daarnet gezegd, het menselijke groeihormoon speelt daar een belangrijke rol in. Maar ook andere hormonen worden met het intermittent fasting in balans gebracht. En dan heb ik het over cortisol bijvoorbeeld. Cortisol is stresshormoon. Dan heb ik het over insuline. Insuline is hetgeen je bloedsuikerspiegel gaat in balans brengen. En wat ervoor zorgt dat je... vet gaat opslaan. Oké, okay? Dat is je vetopslaghormoon. Ook andere hormonen die maken dat als ze uit balans zijn, dat je gaat verouderen, die komen dus meer in balans. Vandaar dat het ook een heel goed middel is tegen verouderen. Oké, eens even kijken, zijn er ondertussen vragen? Niet meteen. Mensen reageren, hou me tegen, stel je vragen, reageer, deel, post. Geef me een emoji, geef me een beetje liefde, wat je wil. Oké, okay. Het normaliseert ook je insulinegevoeligheid. Dus we hebben het daarnet over insuline gehad. Wie heeft problemen met insuline? Diabetici. Kunnen diabetici intermittent fasting doen? Ja, mits dat ze het samen met hun arts gaan doen. Want anders gaan ze misschien een beetje, het moet toch een beetje in de gaten gehouden worden. Maar insuline, zoals ik daarnet ook zei, heeft ook ontzettend, speelt een belangrijke rol in de vetopname en het vet vasthouden, vetopslag. Okay. Dus ook gewichtstoename. Insulinegevoeligheid zorgt er ook voor dat andere hormonen, zoals oestrogeen, zoals progesteron, dat die uit balans geraken. En als die uit balans geraken, dan krijg je bijvoorbeeld... PCOS, het polycysticus ovarium syndroom. Of dan krijg je, dan word je zelf, het kan zelfs leiden tot onvruchtbaarheid. Dus het kan heel ver gaan. Uiteraard heeft het ook een ontzettende impact op je energieniveau. Als je die klassieke namiddagdip die je krijgt nadat je suiker gepiekt heeft en dan plots zakt, dat heeft alles te maken met een insulinegevoeligheid. Dus dat wordt allemaal gereguleerd, genormaliseerd als je gaat intermittent fasting toepassen. Okay. En dan zijn er nog een aantal andere hormonen die in balans gebracht worden. Bijvoorbeeld ghreline. En wat is ghreline? Dat is je hongerhormoon. Dat is je hormoon dat zegt of je verzadigd bent of niet. Als dat uit balans is, dan ga je te veel eten. Want dan voel je de verzadiging niet meer. Zeker gaat dat ontzettend goed werken als je dat combineert met de juiste voeding te eten. Daar kom ik zelfs op terug. Welke voeding moet je eten als je gaat doen aan intermittent fasting? Een ander hormoon dat ook in balans gebracht wordt is leptine. En leptine is, is een hormoon dat komt uit je vetcellen. En dat gaat je brein vertellen of het vet moet loslaten of vet moet opslaan. Belangrijk, denk ik wel. Dus als dat allemaal, als dat allemaal in balans is, dan ga je veel minder last hebben van cravings. En dan ga je veel minder geneigd zijn om te veel te eten. Oké, goed, nummer 6. We zijn al aan nummer 6. Oké, het gaat vooruit. Het verbetert je hart- en bloedvaten. Het verbetert je hart- en bloedvaten beter dan B-cel.
Want het verlaagt je triglyceriden. Je watten, je triglyceriden, dat is zeg maar, kort samengevat, het vet in je bloedbanen. Hetgeen wat ervoor zorgt dat je cholesterol verkeerd gaat, enzovoort, enzovoort. Heb je het over groeihormoon in de hypofyse? Oh, Sandra, ik zag een vraag. Ik ga er zelfs op terugkomen. Is dat goed voor jou? Oké. Dus het verbetert hart- en bloedvaten, het verlaagt triglyceriden, het vet in je bloedbaan, waardoor je cholesterol krijgt en hart- en vaataandoeningen. Zeker als je dat combineert met dingen als gember, kaneel, kurkuma. Dat zijn dingen uit de Ayurvedische keuken. Daar weten ze dat allemaal daar ook nog eens een extra effect op heeft. Dus wil je het effect van een intermittent fasting op dat niveau nog verbeteren, eet dan die dingen. Kijk, die drie dingen, gember, kaneel en kurkuma, dat eet ik elke dag. Elke dag. Want ik wil lang en gezond leven. Oké, nummer 7. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste voordeel als je gaat doen aan intermittent fasting. Dat is detox. Je lichaam gaat van nature ontgiften. Dat betekent dat je je lichaam de kans geeft. Als je gaat ontgiften, als je gaat detoxen, als je gaat cleansen, dan geef je je lichaam de tijd en de kans om je lever te ontgiften, om je darmen te zuiveren, om je longen te zuiveren, om je nieren beter te laten filteren, enzovoorts. Dat zijn super mega belangrijke dingen. Dat is wat we nu net met een groep, in mijn groep, heb je lichaam lief, heb ik dat net met 12 mensen tegelijk gedaan. Die zijn allemaal, hebben die een kleine body cleanse gedaan van 9 dagen. Waar we ook gewerkt hebben met dat intermittent fasting. De eerste 2 dagen zijn milde vaste dagen. Natuurlijk combineren we dat, want bam, dan ga je meteen in die detox. Dan ga je meteen je lichaam zuiveren. Dan ga je meteen die vitaliteit naar boven brengen. Al de rotzooi eruit, alle vitaliteit naar binnen. We ondersteunen dat met een aantal prachtige planten. Die combinatie, wow, through the roof. Je moet die resultaten zien. Het is zo leuk elke keer. Het is zo leuk elke keer. Mensen zijn hun kilo's kwijt, centimeters kwijt, voelen zich energieker, hebben niet meer zo die hersenmist enzovoort. Dus die mensen, het werkt echt. En hoe meer dingetjes je combineert, dat vind ik nu zo leuk, hoe meer van die dingetjes dat je kunt combineren, hoe sneller, hoe beter en hoe langer je resultaat gaat vasthouden. Dankjewel voor je hartje. Super tof. Hey Lauren. Hoi, dat is lang geleden. Hoe gaat het met jou? Dag Inge, dag Maria. Leuk dat jullie er zijn. Ja, want, dat wou ik nog zeggen. We zeggen altijd, en ik zeg dat ook altijd, voeding is je eerste medicijn. En dat is ook wel zo. Maar het is niet de voeding die je geneest. Het is je lichaam zelf. Het enige wat je lichaam kan genezen, herstellen, is je lichaam zelf. Als je het ertoe in staat stelt en als je het de ingrediënten geeft om dat te kunnen doen. Dus als jij aloe vera drinkt, als jij bitterstoffen eet, zoals mariadistel en paardenbloem, dan ga je, dat zijn bitterstoffen, dan gaat je lever, die gaat er super graag gebruik van maken om zich extra te detoxen, snap je? Het is niet die aloe vera zelf die dat doet. Het is niet die mariadistel zelf die dat doet. Het zijn die ingrediënten die je lever ondersteunen, helpen om te gaan ontgiften. En dat is zo mooi aan het werken met planten. Ja. Ja, ja, ja. En dat in combinatie met intermittent fasting. Woe! Fantastische dingen kun je doen. Ik heb nog één voordeel. En dat is de reden waarom de meeste mensen aan intermittent fasting gaan doen. En dat is gewichtsverlies. Gewichtsverlies. De reden nummer 1. We hebben hier net al geleerd dat het hongerhormoon vermindert. Dat je insulineniveaus in balans komen. Dat je meer anti-aging hormonen gaat aanmaken en dat je gaat detoxen. Ja, dat zijn allemaal dingen die een ontzettend belangrijke rol spelen in het al dan niet verliezen van overgewicht. Zie hier een goede reden om, als je gewicht wil verliezen op een gezonde, natuurlijke manier, om aan intermittent fasting te doen. En hoe je dat precies kunt doen, daar komen we zelfs nog op terug. Moet er nog allemaal door.
Oké, maar dat gaat lukken. Oké, dat gaat lukken. Dus sowieso is het ook een feit dat als mensen binnen een kleiner timeframe eten, en we hebben het over 4, 6, 8 uur max, dat ze dan ook gewoon minder calorieën binnennemen. Dus vandaar dat ze dan ook nog eens extra gemakkelijk gaan afvallen. Als je dan, en daar kom ik volgende week op terug, als je dan intermittent fasting gaat combineren met voeding, en ik ga je zelfs vertellen welke voeding dat is, met met ketogene voeding. Dus als je ervoor gaat zorgen dat je lichaam in ketose komt, wat wil dat zeggen, Tanja? Ketose, wel, dat wil zeggen dat je lichaam van een suikerverbrandmachine, wat onze lichamen meestal zijn, dat je overgaat naar een vetverbrandmachine. Kitching! Vetverbrandmachine, dat is wat we willen, want wij, niet allemaal, maar er zijn wel wat mensen met wat extra lichaamsvet, die willen dat eraf. Ja, dan met een suikerverbrandmachine kun je geen vet verbranden. Met een vetverbrandmachine wel. En dat is wat je met keto doet. Dus daar kom ik volgende week op terug. Maar als je dat combineert, de snelste manier, de beste manier om af te vallen. En om je overgewicht voorgoed te verliezen. Oké, wat is nu de bedoeling? De meeste mensen doen aan intermittent fasting door hun ontbijt te skippen. Dus de meeste skippen hun ontbijt. Oeh, maar het ontbijt is toch wel de belangrijkste maaltijd van allemaal. Dat is niet waar. Daar zijn we ondertussen achter. Dat is lari, dat is niet zo. Dat hoeft niet zo te zijn. Nu, voor een aantal mensen is dat wel het geval, voor een aantal anderen niet. Dus als je met intermittent fasting aan de slag gaat, dan moet je gaan experimenteren en kijken wat voor jou werkt. Voor mij bijvoorbeeld, ik ben een ochtendmens. Ik sta vroeg op. Ik functioneer het beste 's ochtends. Ik heb een ontbijt nodig. Ik voel mij het beste. Ik doe aan intermittent fasting, maar ik eet zo vroeg mogelijk in de avond. En ik eet wel mijn ontbijt. Maar door het feit dat ik bijvoorbeeld om 6 uur eet, ik probeer tot 6 uur ten laatste te eten, heb ik helemaal tot zaterdag 7 uur om te vasten. En dat werkt voor mij beter. Voor veel vrouwen, ik kom daar zelfs nog even op terug. De meeste mannen die hebben iets van, skip dat ontbijt. Ik eet de eerste keer om 1 uur. Een tweede maaltijd rond 5, 6 uur. En dan heb je twee maaltijden, dat werkt perfect. Dan heb je genoeg gegeten, zeker als je de voedzame dingen kiest. Dat lukt. Als je per se 3 maaltijden wil genieten, dat kan natuurlijk ook. Dan neem je er één om 12 uur, om 3 uur en om 5 uur, om 6 uur. 12 uur, 3 uur, 6 uur. Dat kan ook. Dan heb je 3 maaltijden. Dus het gaat niet over minder eten. Het gaat over misschien een beetje minder eten, maar misschien gewoon evenveel calorieën, maar binnen een beperkter timeframe gegeten. Oké? Snap je? Oké. Wat we eigenlijk doen, is we gaan de nabootsen van hoe het vroeger eraan toe ging. Het periodiek, het ritme tussen overvloed en schaarste. Als we duizenden jaren teruggaan, dan was dat zo. Er was niet altijd eten in overvloed zoals nu. En er werd gegeten op het moment dat er eten was en op het moment dat mensen honger hadden. Oké? Nu, vasten is absoluut niet nieuw. Het is geen modegril. Het bestaat al duizenden jaren. Het staat in de Bijbel, het staat in de Ayurvedische geschriften, in de traditioneel Chinese geneeskunde doet men het. In de Ramadan, wou ik zeggen, in de Koran. Daar heeft het dan, in die dingen heeft het dan ook spirituele betekenissen. Maar het wordt ook al gepromoot, het werd ook al door Hippocrates gepromoot, die de vader is van de westerse geneeskunde. Dus het is niet nieuw. En we waren het een beetje kwijt en we herontdekken het nu een beetje, zoals het met veel dingen is. Maar het is dus absoluut, absoluut zeer waardevol, zoals je hier al hebt geleerd, hoop ik. Wie heeft al iets opgestoken? Wie heeft al iets opgestoken? Wie heeft al een aha-momentje gehad? Wie heeft al een aha-momentje gehad? Oh, Sandra, ja, ik zie een vraag nu. Ik ga daar een berichtje over sturen. Oké? Ik ga daar een berichtje over sturen. Dus, ik heb daarnet gezegd, denk ik, ik weet het al niet meer. Voor vrouwen, er is een nieuw inzicht. Nog niet zo lang geleden is het vastgesteld in een grootschalige studie.
geleid door Dr. Michael Roizen, denk ik dat ik het moet uitspreken. R-O-I-Z-E-N. En dat is een healthy aging expert. En hij zegt, voor vrouwen werkt het beter als je je avondmaal skipt. En als je wel ontbijt. Dus ik dacht, ah, voilà. Het is daarom dat dat bij mij beter werkt. Dus hij zegt, eet je avondmaal voor ontbijt. Want ja, dan gaat het van, wat moet je voor ontbijt eten? Eet je avondmaal voor ontbijt. Dat is voor de meesten toch wel een uitdaging. Als je zo moet ontbijten met kippenfilet en broccoli. Ik vind het niet zo evident, maar ik ga je wel een tip geven van wat je wel als ontbijt kunt nemen, wat belangrijk is. Want welke voedingsmiddelen zijn er nu super, super belangrijk om te eten als je aan intermittent fasting doet? Dat is 1. Goede proteïnen, eiwitten, gezonde proteïnen, pure eiwitbronnen, dierlijke of plantaardig, moet je zelf kiezen, vezels, gezonde vetten. Als je daar vragen over hebt, ja, wat zijn de gezonde vetten, dan stel je maar die vraag en dan zal ik daar ook eens een video over maken. Of vezels of zo, mag je allemaal vragen. Groenten en verse tuinkruiden en een beetje lage trage koolhydraten. Zoals volwaardig rijst, zoals quinoa. Als je plantaardige eiwitbronnen kiest, dan kies je bijvoorbeeld voor linzen of bonen. En dan heb je ook meteen al je koolhydraten gecoverd. Want veel koolhydraten hebben we niet nodig. Een beetje wel. En we zitten ook in onze cultuur. Dus het is ook iets wat we lekker vinden, wat we leuk vinden om te eten. Dus het kan, maar een klein beetje. Oké, dus wat zou dan je ontbijt kunnen zijn? Enfin, het is te zeggen. Wat zou je eerste maaltijd kunnen zijn? Stel dat je je ontbijt skipt, dan heb je je eerste maaltijd rond de middag, 12 of 1 uur. En dan is dat, als je het mij vraagt, het makkelijkste, het beste. Want je bent dan waarschijnlijk op je werk, of je bent aan het werk, of je bent op verplaatsing of whatever. Dan kies je voor een smoothie, een shake, dit wordt moeilijk, een shake slash smoothie. Met daarin goede plantaardige proteïne. Kokosmelk, goede vetten. Zaden, ongezoet, maar wel goede, gezonde vetten. Zaden, ik wissel af tussen lijnzaad, chiazaad en hennepzaad. Afwisselen, zaden, goede vetten, goede vezels. Avocado, goede vetten. En je kunt er dan ook nog wat bessen aan toevoegen. En ik doe er ook altijd wat kaneel in. En wat gember, verse gember. Dat is een fantastisch voedzaam iets. Ah ja, en spinazie. De groene blaadjes doe ik er ook altijd in. Dus dat is een fantastisch lekkere en voedzame smoothie. Die je kunt maken. En dan kun je je tweede maaltijd, die je dan bijvoorbeeld eet, rond 4, 5 uur. Dan kan dat een grote salade zijn met veel blaadjes, veel groene blaadjes, tuinkruiden, voor wie wil een stukje kip of vis, of een plantaardige bron van eiwitten, wat olijfolie bijvoorbeeld, of avocadoolie, of sesamolie. En dan wat zaden pitten en wat lekkere kruiden, specerijen en that's it. En misschien een beetje quinoa of volwaardige rijst bijvoorbeeld. Dan heb je een fantastische maaltijd. En dan ben je gesteld, dan heb je al je voedingsmiddelen, voedingsstoffen binnen. Dan kun je weer aan het vasten voor een aantal uren. Wie moet het doen? Ja, iedereen die uitkijkt naar één of meerdere van de voordelen waar ik het daarnet over gehad heb. Ik zal ze zelfs nog eens overlopen. Het waren er 8. En er zijn er nog meer, maar dat zijn de 8 belangrijkste, denk ik. Wie moet het niet doen? Zwangere vrouwen en diabetici. Die kunnen het wel doen, maar die moeten dat in samenspraak doen met hun arts. Met hun geneesheer. Die moeten daar toch een beetje mee opletten. Hoe begin je daar nu aan? Wel, zoals ik in het begin van mijn verhaal vertelde, ga daar niet als, zeker vrouwen, ga niet van de ene dag op de andere boef over naar binnen de 8 uur eten en 16 uur vasten, want je gaat je niet goed voelen. En je gaat hangry worden en dat is niet tof. Dat is niet leuk voor jou en dat is niet leuk voor je omgeving. Hoe doe je dat? Werk met kleine stapjes, dat is hoe ik het aanraad. Dus ga al een beetje
later ontbijten bijvoorbeeld en een beetje vroeger avondeten. En schuif telkens op met een half uurtje. En dan gaat die overgang veel gemakkelijker gaan. En dan gaat je, hey, hartjes van Corrie! Altijd leuk je erbij te hebben. Snap je, altijd met kleine stapjes werken en dan gaat de overgang eens niet zo brusk en dan gaat het super goed. Want weet je, bijvoorbeeld nu ook met de cleansing heb ik het gemerkt. Ik geef altijd de raad. Hey Corrie, dat weet je ondertussen. Je hebt het ook gedaan. Je begeleidt ondertussen ook mensen erbij. We raden altijd aan voor mensen. Wacht niet tot dag 1 om daarmee te beginnen. Ga vooraf al aan de slag. En een van de dingen die we zeggen is, ga wat later ontbijten, eet wat vroeger avondeten, eet 3 uur minstens voor je gaat slapen, niets meer enzovoort. En dat helpt om de overgang veel gemakkelijker te maken, om minder ontgiftingsverschijnselen te hebben en ook om betere resultaten neer te zetten, om je gewoon beter en sneller beter te voelen. Oké? Voilà! Dat is dus eigenlijk is mijn advies, experimenteer. Wat werkt het beste voor jou? Ik kan je alleen maar aanraden om het te doen. En je hoeft het misschien niet van in het begin elke dag te doen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ah, ik doe het in het begin 2 keer per week. En dan 3 keer per week. En dan 4 keer per week. En dan, je kunt dat opbouwen tot elke dag. Of je kunt zeggen, nee, ik doe dat 3 keer per week. Dat is ook goed. Wat voor jou werkt, snap je? Ga experimenteren. Kijk wat voor jou werkt. Hoe je je voelt, dat is het allerbelangrijkste. Hoe jij je voelt, dat is het allerbelangrijkste. Toch? Lieve mensen, ik ga nog even herhalen welke 8 voordelen ik voor jou heb neergeschreven en samengevat. De voordelen van het intermittent fasting. Het zijn er 8. 1. Het bevordert het groeihormoon. 2. Het werkt anti-aging. 3. Het verbetert je sportprestaties. 4. Het normaliseert je insulinegevoeligheid. 5. Het normaliseert andere hormonen. Het verbetert je hart en bloedvaten. 7. Het stimuleert detox of het werkt ontgiftend voor je lichaam. En 8. Het stimuleert gewichtsverlies. Voilà. Alsjeblieft, 8 goede redenen. Het is toch al mooi, hè? Wat vinden jullie ervan? Does it make sense? Ga je ermee aan de slag? Ga je er wat mee doen? Doe je er al iets mee? Laat het eens weten. Ook mensen die uitgesteld kijken, let me know. Ik leer graag van jullie. Ik hoor graag wat dit met jullie doet en of dit soort video's nuttig zijn. Als ze nuttig zijn, deel het dan met de wereld. Dan helpen we elkaar een beetje om beter voor onszelf te zorgen en dan kunnen we ook beter zorgen voor elkaar. Dat is, hè. Dat is. Eens even kijken. Oh, er zijn nog mensen aan het kijken. Wendy, Gael, hallo. Dag lieve mensen allemaal. Super tof dat jullie kijken. Corrie doet het al in het weekend. Cool. Supergoed, meid. Jij wordt nog een... Je bent al een pro. Maar je wordt nog een superpro. Je hebt ook nog het liefdeshormoon. Oh, Michael. Dankzij adrenaline, dopamine en ja, jij hebt altijd zo van die extra dingetjes. Gelukkige momenten verliefd. Nee. Ik ben er zeker van dat daar ook goed voor is, Michael. Ik ben er zeker van. Alright. Voilà. Dat was het voor nu. Ah, ik heb het net niet gehaald binnen het half uur. Sorry daarvoor. Maar mijn coach zegt altijd, Always do over deliver. Voilà, dat is wat ik probeer te doen. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Dit was aflevering 51, zeg al, van de Heb Je Leven Lief Show. Super tof dat je erbij was en heel graag tot de volgende. Bye bye!